Lieve kijkers, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kopstukken. Kopstukken is een programma voor, door en met de inwoners van de gemeente Bergen. En in Kopstukken gaan we in gesprek met een van die inwoners. Kopstukken is eigenlijk bedoeld om eens even te kijken van waarom mensen bepaalde dingen doen. Wie ze zijn, waarom ze dat vooral doen. En Kopstuk is ook bedoeld om die mensen vast te leggen voor de eeuwigheid. En daar hebben we een beeldend kunstenares voor uitgenodigd. En dat is Pauline Bakker. En Pauline die doet dat bijzonder goed en ook zeer succesvol. Pauline werkt veel in opdrachten ook. Je kunt ook zelfs die Kopstuk ook nog kopen als je dat zou willen. Vandaag onze gast hoeven dat niet te doen, maar... als u dat zelf wilt, dan kunt u altijd bij Pauline terecht. Pauline kleidt het portret tijdens de uitzending. En aan het eind van de uitzending, die duurt ongeveer een half uur, dan hebben we ook een gereed portret. Spannend, wordt heel erg leuk. En vandaag zitten we in een hele oude plek eigenlijk, een nostalgische plek, midden in het centrum van Bergen. Het galmt ook een beetje en het klinkt als een kerk. En zo waarlijk, het is een kerk, het is de ruïnekerk. Onze gast vandaag heeft er alles mee te maken. Hij is geboren in Tietjerkstra Deel, moet ik goed zeggen. Sinds de jaren 25 heet het geen Deel meer, maar Deel, heb ik zojuist begrepen van hem. Hij is geboren in 1968. Welkom Engelen Wijnsma. Dankjewel. Dominee van de protestantse gemeente hier in Bergen. Ja. En dit is jouw werkplek. Ja, hier werk ik en... Kom je met veel plezier. Ja, doen we alles hier. Zeg, je bent geboren in 1968 in Tietjerkstra Deel. Hoe was dat? Stond het wiegje daar op een boerderij? Of wat voor plek zat jij? Nee. Mijn vader was... mijn vader werkte door het hele land heen. Als vertegenwoordiger. Maar was ook nog part-time koster van de kerk. Dus we woonden vlak bij de kerk. Dus ik ben wel met de kerk opgegroeid, zeg maar. En dat was een dorp in dorp Veenwoude. Dat was een eenvoudig dorp. Alleen toen ik daar jong was, maar later heb ik het pas begrepen. Toen werd er een nieuwe woonwijk bij gebouwd. Waardoor heel veel mensen, speciaal voor de vliegbasis Leeuwarden. Waardoor ineens een andere bevolking daar kwam wonen. Piloten en dergelijke. En dat heeft het hele dorp wel veranderd. Kreeg je opeens. De kleine Engelen Wijnsma. Was je vader een beetje vooruitziend? Want Engelen, dat zit wel heel erg dicht bij hetgeen wat je nu bent gaan doen. Nee, dat komt door de broer van mijn vader. Nee, dus de broer van mijn opa, die Engelen heet, Friese dichter. En die hadden geen kinderen en toen hebben mijn ouders mij naar hem vernoemd. Oké, en ken je zijn gedicht ook? Van, zeker. Ja? Is dat in Nederland of is dat Fries, in Fries? Friese dichter. Ben jij Friestalig opgegroeid? Ja, eigenlijk tweetalig. Ja. Als kind Fries, maar ik zei al, het dorp veranderde door al die import die kwam door de vliegbasis. Waardoor je heel snel als kind tweetalig werd. Ja. Broers, zusters? Ik heb twee zussen en een broertje. Dus een gezin met vier kinderen en een vader en moeder. Vader vertegenwoordiger? Toen wel, ja. Moeder betrokken bij de opvoeding en zorgde dat alles goed ging komen met de kinderen. Zo ging dat. Hoe ging dat op een gegeven moment? Want jij bent Friestalig mee opgegroeid en je vader was koster bij een kerk. Was dat zaadje meteen geplant bij jou? Nou, ik heb er vaak over nagedacht. Er zijn wel zaadjes gekomen, zeg maar. Ik heb ook andere plannen gehad bij mijn leven. Maar wat mij daarin geraakt heeft altijd in zo'n kerk was... dat daar allemaal verschillende mensen zaten. Mensen, werkgevers en werknemers, zeg maar. Eigenlijk iedereen in het dorp kwam daar wel. En daar was iedereen... Jan, Kees, Piet, Jannie, Joke. Iedereen was daar... gelijkwaardig, zeg maar. Iedereen was met elkaar op een andere manier. Ja, was er ook een protestantse gemeenschap? Ja. Oké, dus dat heb je wel voortgezet. Je lagere school heb je gedaan. Op een gegeven moment kom je op de middelbare school terecht. Waar belandde je? In Leeuwarden? Eerst een tijdje in Dokkum, waar mijn ouders verhuisden naar Dokkum. Mijn vader werd begrafenisondernemer in Dokkum. Maar na 3 jaar is hij overgestapt naar Leeuwarden. En toen ging ik van zo'n schoolgemeenschap naar het stedelijk gymnasium in Leeuwarden, waar ik mijn eindexamen heb gedaan. En wanneer besloot je om pastoor te gaan worden? Of dominee te gaan worden, sorry. Ik zat in één keer bij een heel andere kerk. Ja, nou maakt niet uit. Dus tegenwoordig, als je ziet hoeveel katholieken wij hier in de kerk hebben, dan ben ik een pastoor. En mensen roepen op straat mij ook wel pastoor, dus dat is grappig. Het is eigenlijk zo dat ik er altijd wel affiniteit mee had. Toen mijn ouders al lang de kerk hadden verlaten, kwam ik er nog wel. Ik vond dat leuk. En ik kreeg op het gymnasium het vak filosofie en ik bleek het enige jongetje te zijn die iets met religie had. Waardoor ik continu in de discussie kwam en ik merkte dat ik gewoon kennis tekort had. Die docent filosofie die ik had, meneer Piron, was zelf theoloog, maar ook zijn geloof kwijtgeraakt. En die vond het natuurlijk leuk om mij
te ondersteunen in de discussie. Die voerde mij dan ook wel. Ik vond het had een mooie discussie in zo'n klas. En dat heeft mij ontzettend geïnteresseerd om theologie te gaan studeren. En toen wist ik nog niet of ik predikant wilde worden, maar ik wilde er wel meer van weten. Wat wist het nou eigenlijk wat ik met die religie heb? En toen ben ik met theologie gaan studeren en gaandeweg mijn studie. Dacht ik, ja nee, ik wil eigenlijk wel predikant worden. Nou ja, zo is het gegaan. Was dat in het beginsel toen jij nog een klein jongetje was, kreeg je dat niet mee van je ouders? Wat het geloof ongeveer inhield? Jawel, want wij waren heel betrokken kerkelijk. Ja. Ik kreeg het wel mee, ja. Zondagschool, al dat dingetjes heb ik gehad. Catechisatie heb ik gehad. Vaak hele bevlogen predikanten die ik echt bewonderde. En ik heb me altijd wel thuis gevoeld in de kerk. Ik ben wel een kerkkind. De andere kinderen, zijn die ook die richting op gegaan? Nee, totaal allemaal de kerk uit, zeg maar. Allemaal de kerk uit? Allemaal de kerk uit. Ook het geloof afgezworen? Dat weet ik niet. Nee. Ja, geloof is iets... Ik geloof dat elk mens een geloof heeft of gelooft ergens in waar je om gaat. En of je dat dan God noemt of liefde. Of, ja, precies. Feitelijk gaat het om hetzelfde. Zo roep je dat hier eigenlijk ook, hè, bij deze kerk. Dit is eigenlijk de plek van de liefde en het is eigenlijk niet de plek van het geloof. Ja voor mij, ik heb geen moeite met het woord geloof, weet je. Maar heel veel mensen vinden dat... Ze hebben bij het woord gelovig. Jij bent gelovig, dan... Dat is alsof iets waar je in gelooft iets buiten jezelf is. Ja, precies. Je zegt over de kerk hier in Bergen, zeg je... In onze kerk is liefde het hoogste goed en gonst van vertrouwen in de toekomst. En daarom vieren we het leven elke zondagochtend om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. En wie dat wil meebeleven is altijd van harte welkom. Dat is correct. Dat is een hele open boodschap eigenlijk. Een hele open uitnodiging om naar die kerk te komen. Ja, maar ik denk... Is dat veranderd in de loop der jaren? Toen jij begon, was dat toen anders? Nou, dit is een tekst die later gekristalliseerde, zeg maar. Ik ben in het begin, toen ik een predikant was in 1995... als ik nu terugkijk naar toen, en als ik teruglees van toen, denk ik... verscheur het liefst. Dus dat was echt wel... Ik was wel een kind van mijn tijd. En in 1995 had ik een hele andere theologie, een andere gedachte erover. En was de kerk eigenlijk nog veel... Ja, behoudender. Of dat was een andere generatie kwam naar de kerk. Die mensen zijn er allemaal niet meer. Die ouderen van 1995 zijn er niet meer. En dat zie je hier langzaam ook veranderen. Dat mensen generaties, steeds minder generaties... en er steeds meer ruimte komt voor nieuwe dingen. En daar groei je zelf aan mee. En was dit de eerste kerk waar je terecht bent gekomen? Nee, dat is mijn derde. Ik ben begonnen in Halberg-Zwanenburg. Daar heb ik 6 jaar gezeten. En toen... 8 jaar of 9 jaar in Edam-Volendam. En nu zit ik al bij 12 jaar hier. Ja, Edam-Volendam, dat is een hele andere plek weer. Een hele andere gemeenschap, ja. Maar wel boeiend. Was je op je plek daar? Ja. Kon die Fries daar de aarde? Ja, ik kan ook heel goed aarden. Ja? Ja. Maar voor mij kan ik overal goed aarden. Ik heb nooit ergens problemen gehad om te aarden. Maar ik vond dat, ja, Edam-Volendam is totaal anders dan hier. En toen die Polen nog eens, dus Edam-Volendam. Maar zowel in Volendam werd ik gedragen en in Edam werd ik gedragen. Maar dat was veel meer een doe-samenleving. Hier is het zeer intellectueler, zeg maar, en verdiepender, zeg maar. Ja. In die zin misschien voor mij ook zelf spiritueler. Ik ben er spiritueler op ingegroeid, want het is een uitdaging. Terwijl het in Edam veel meer was, we gaan dingen met z'n allen doen. Als we zeggen, als ik een oproep deed, we gaan met z'n allen dat verkopen langs de deuren, dan had ik zo 50 vrijwilligers. En hadden we gaan aan de kerk poetsen, wie komt, dan hadden we zo op zaterdag 30 mensen die kwamen poetsen. Dat werd gewoon geregeld. Zeker. Mensen vonden doen dingen doen. Ja, precies, ja. En dat is nu eigenlijk wel jammer dat je dat hier mist, want soms heb je dat misschien hier ook wel nodig. Nou, op zich... Er gebeurt eigenlijk best wel veel in jouw kerk. Er gebeurt hier heel veel, maar er zit natuurlijk een hele sterke stichting die met een hele eigen organisatie dingen regelt. Dus ik hoef als predikant me daar veel mensen mee te bemoeien. Vanuit Tjerkstadiel ga je op een gegeven moment trek je de wijde wereld in, zeg maar. Je gaat studeren, je besluit om dominee te worden. Is dat meteen na je leerperiode op school, zeg maar, is dat gebeurd? Of nou, heb je er tussendoor nog iets anders gedaan? Nee. Toen mijn opleiding klaar was, ben ik meteen predikant geworden. Ja. Ik kon meteen beginnen, zeg maar. Kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. Uit mijn huwelijk. Wij zijn gescheiden, dus de kinderen zijn part-time met mij. Ik heb een nieuwe relatie, Kathleen. Zij heeft ook 2 kinderen, woont in Amsterdam. En dus eigenlijk samen hebben we 5 kinderen, maar
Het zijn toch wel gescheiden gezinnen, zeg maar. Gescheiden gezin. Een samengesteld gezin. Een samengesteld gezin waarbij we... Living elkaar, apart together. Living apart together, waarbij we elkaar af en toe met regelmaat zien. Ja. Wat vinden zij ervan? Wat vinden zij ervan dat hun vader, zeker hun bonusvader, dominee is? Nou, daar vinden ze niet zo heel veel van. Ze zijn eraan gewend. En ik merk nu, dat ze nu dus wat ouder worden, met puberteit, dat ze ineens denken, goh... mijn vader heeft wel een bijzondere positie. Doet wel bijzondere dingen, zeg maar. Dat krijgen ze, beginnen ze oog voor te krijgen. Dat vind ik wel leuk. Je krijgt wat erkenning nu ook thuis. Ik begin langzaam wat erkenning te krijgen, ja. Dat vind ik wel grappig. Dat voelt goed? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ik vind het leuk dat ze zien wat dat ik doe, dat dat bijzonder is. Of niet mainstream. Of, ja. Je bent ook behoorlijk uitgesproken eigenlijk. En dan bedoel ik niet alleen verbaal, maar ook qua uiterlijk. Het zit nu in een knotje, maar je hebt heel lang haar gehad. Vanwaar die behoefte? Nou, die behoefte kwam denk ik voort uit het feit dat... Ik ben gewoon nieuwsgierig, dat snap je. Nee, dat kwam eigenlijk als volgt. Ja, als je gaat scheiden, krijg je allemaal mensen mee en tegen. En toen zei mijn kapper tegen mij, ik knip jou niet meer. En toen ben ik gestopt met knippen naar de kapper gaan. Dit is echt serieus? Echt serieus. Ja. Knip jou niet meer. Ik zei, oké. Okay. En dus heb ik lange haar laten groeien. En toen kreeg ik, ja, dan ben je alleen. Dan krijg je als man weer aandacht van andere vrouwen. En die vonden dan het lange haar leuk. Dus toen heb ik me laten groeien. Oké. Okay. Ja. Wat vond je ervan dat die man dat tegen je zei? Ik knip je niet. Met de vrouw. Of die mevrouw. Ja. Ik was totaal verbaasd. En vond zij omdat het niet paste? Ja, je hoeft niet in detail te gaan, maar vond zij... Nee. Zij was bevriend geraakt met mijn vrouw. En die vond dat ingewikkeld. Ja. Ik dacht even, misschien heeft het nog met het geloof te maken. Maar volgens mij is het een protestantse... Nee, helemaal niks met protestant te maken. Het is katholiek trouwens. Oké, ja. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Mensen scheiden ook, hè? Nee, scheiden ook, ja. Maar dat was dus, ja. Maar ik vond het zo'n grappig verhaal. Ik vond het zelf zo grappig. Ik dacht, oké, dat gaat groeien. En op een gegeven moment heb je toch maar weer besloten om het maar weer wat korter te maken. Ja, het is nu wel wat korter. Eigenlijk net iets te kort laten knippen de laatste keer, maar goed. Ik zag een uiting van je op social media waarin je dat ook aangaf. Dat je het eigenlijk best wel vervelend vond dat het er weer af was. Ja, het was net te kort. Ik kon nog geen staartje meer in. Ja. Dat vond ik vervelend. Ik vind het prettig, namelijk, ik vind het lange haar prettig, los wel prettig, maar ik vind het staartje ook prettig. Dat voel ik me strakker, zeg maar. Naast hetgeen wat je hier in de kerk dagelijks, wekelijks doet, heb je ook... echte hobby's, hè? Je bent een fervent wandelaar, heb ik begrepen. Ja. Ik wandel met honden. En ik wandel met Keline, mijn geliefde. En we hebben de afgelopen 2 jaar, of 2,5 jaar, hebben we het trekvogelpad gelopen. En het Pieterpad nu gelopen. Ook afgerond. En dan gaan we 2 dagen. Dus 1 dag, zo'n 2 dagen, 3 dagen. Of langer nog. En nu gaan we in maart beginnen met het pelgrimspad van Vissé bij Maastricht naar Amsterdam. Oké. En waarom kies je specifiek voor die wandelroutes? Want ik kan me voorstellen dat er ook nog andere zijn. Nou, wij kiezen die routes omdat wij wilden lopen en een serie. Dat het ook vanuit huis goed te bereizen is. En binnen Nederland is dat heel goed te doen. Heb je ook al een keer gedacht van ik ga ooit nog eens een keer naar Santiago de Compostela? Heb ik ooit heel lang gedacht dat ik in Noord-Spanje met de auto reed. En ik al die mensen langs de snelweg zou lopen. Denk, dit ga ik dus niet doen. Nee. Want wat ze hebben gedaan in Spanje, ze hebben die routes intact gelaten. Maar er liggen inmiddels snelwegen naast. Ik vind het helemaal niet leuk om naar de snelweg te lopen. Precies, dan krijg je een heel andere mindset als je daar wandelt. Als ik zoiets ga doen, dan denk ik aan de Franciscuswandeling naar Assisi. Die schijnt natuurrijker te zijn. Maar heel veel stukken van de Santiago tot de Spaanse grens schijnen wel. Maar ze zijn erg onherbergzaam. Ja. Dat vind ik ook wel zoiets. Ik vind wandelen leuk, maar ik wil wel 's middags ergens kunnen lunchen. En 's avonds, 's middags op terrassen wat kunnen drinken. Dus... Precies, je bent echt wel een dominee van deze tijd. Ja. Alhoewel, die Franciscus deed dat ook, hè? Ja. Die schoof ook aan en nuttigde erg een maaltijd. Zou je in die tijd geleefd willen hebben? Nee. Staat het heel ver van je af? Ja. Nou ja, van me af. Ik hou van die middeleeuwse cultuur. Ja. De hygiëne, de mogelijkheden die we nu hebben, dat is natuurlijk ongekend. Ja. Ongekend. Ben je wel iemand die vindt dat je het oude moet koesteren? Het waardevolle moet je koesteren. Het is een klein bruggetje wat ik eigenlijk maak, ook misschien omdat de Bijbel is de grondslag, zeg maar, voor hetgeen wat je nu doet. Nou, ik zou bijna zeggen de hele westerse samenleving. Oké. Kan je dat uitleggen? Nou, onze samenleving is door christelijk. De manier waarop wij denken en doen is totaal christelijk.
Ook al zijn mensen helemaal niet meer kerk. Ze hebben een hele denken, een hele manier van hoe je naar de wereld kijkt, is christelijk doordrenkt. En onze taal, onze cultuur, ja. Er is ondertussen wel iets veranderd natuurlijk. Het is ook de moslimgemeenschap is behoorlijk toegenomen, ja, zeg maar, in de westerse wereld ook. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik juich dat toe. Ik vind de islam ook een hele mooie godsdienst. Ik ben ook ooit een bijvakje gedaan. Ik vind de islam erg mooie godsdienst. Maar ja, het punt natuurlijk met religie altijd. Religie en maatschappelijke problematiek. Als je dat mengt, ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Als religie gebruikt gaat worden om maatschappelijke doelen te gebruiken. Of om elkaar te knechten, ja, dan gaat het mis. In Trouw schreef je ooit een keer: oorlogen komen niet voort uit religie. Nee. Maar door sociale en etnische spanningen. Onder andere, ja. En toen ik dat las, toen dacht ik: ja, Engelen, dat is wel mooi zoals je dat zegt. Maar ik dacht even aan die kruistochten die er waren in het verleden. Dat was Venetië. Dat waren de handelswegen van Venetië die beschermd moesten worden. En natuurlijk zit daar een religieuze component is erbij geplakt. Natuurlijk. Maar waren er geen zakelijke belangen geweest, waren ze niet gegaan. Oké. Okay. Wij waren Irak ook niet binnengevallen als er geen olie had gezeten. Zijn we voor democratie gegaan? We gingen democratie brengen in Irak. Of gingen we olie halen? Jij mag het zeggen. Ja, ik luister naar je. Dus, ja, zoals heel veel mensen denk ik naar jou luisteren. Ja. Natuurlijk speelt daar. De leer is, ja, je kunt moeilijk zeggen: we gaan die mensen de kop afslaan omdat wij daar geld aan willen verdienen. Ja. Maar als we kunnen ze demoniseren, dat ze niet deugen, of dat het antichrist is, ja, dan kun je altijd, dan heb je goede reden. Ja. Dus ja, dat is de aankleding, zeg maar. Voel je je af en toe misbruikt daarin? Nog nooit. Nee? Nee, wel miskend. Oké. Okay. In de zin van dat mensen altijd op dat punt terechtkomen. Ja. En denk, jongens, dat ja. Noord-Ierland wordt al als voorbeeld genoemd. We weten allemaal precies dat het gaat tussen de Engelsen en de Ieren. De Engelsen hebben daar natuurlijk een elite neergezet. En dat wringt. We weten allemaal dat het zo gaat. Wij noemen dat al protestanten katholiek. In Engeland zelf noemen ze dat helemaal niet zo. Dan hebben ze het over. Hoe noemen ze het nou? De nationalisten en de. Separatisten? Nee, dat is een ander land weer. Ja. Even hebben geheugen. Ja. Maar die wordt de term protestant katholiek helemaal niet gebruikt voor het conflict. Maar hier in Nederland wel. Dat is het enige land waar dat gebeurt. En altijd krijgen wij in Nederland, kun je nog zien wat taal doet. Als we bij het journaal horen over katholieke en protestanten, het enige land in Nederland die de wereld die dat doet, Frankrijk doet het niet, Engeland doet het niet, Duitsland niet, hebben wij het idee dat er een godsdienstoorlog bezig is. Maar het gaat tussen Ieren en een opgeplakte christelijke, Anglikaanse, Engelse elite. Ja. Ja, wat die verschillende belangen hebben. Je gaf zojuist aan, je zei zojuist, dan kun je zien wat taal doet. En daar heb jij als kind ervan ook mee te maken gehad, want je bent in basis in het Fries begonnen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment dan trek je de wijde wereld in. Dan kom je zelfs in Groningen terecht, of je gaat misschien Amsterdam die kant op. En dan word je daar waarschijnlijk op aangesproken ook. Dat je... Nee. Ik zei al, wij hadden. De basisschool is tweetalig natuurlijk. Is Nederlands of Engels, Nederlandstalig. Maar door al die nieuwe import in het dorp sprak ik met al mijn vriendjes Nederlands of Fries. Ja, precies. Dus jouw basis was al. Ja, ik was. En dan ga je de middelbare school. Mijn Nederlands is veel beter dan mijn Fries. In mijn emoties kan ik met Friese taal, raak me dat, kan ik me ook. Ja. Het is niet zo dat ik het Fries. Boos ben dat ik Fries word. Fries spreek, dat is niet waar. Het zit wel in mijn hart, ik kom dichtbij. Het raakt me ook. Maar mijn woordenschat in het Nederlands is vele, vele malen groter. En dus ook mijn denkvermogen. Als jij terugkijkt, hè, en naar de situatie van nu, wie je nu bent. Is dat wat je had verwacht toen jij theologie ging studeren? Nee. Ik heb nooit. Ja. We wisten, die hele ontkerkelijke kwam eraan. Dat wist ik al toen ik ging studeren. Maar dat kon ik niet bevatten.
Met ontkerkelijking bedoel je dat er minder mensen naar de kerk gaan? Dat de kerk nauwelijks nog een rol heeft in onze samenleving. Een marginale rol. Het gebouw wel, maar de kerk als gemeenschap een marginale rol. Dat wisten we wel. Toen ik ging studeren wist ik dat. Ik zie me nog die teksten erover lezen. Maar ik kon het niet bevatten. En dus dat is totaal anders. Wat ik ook niet kon bevatten natuurlijk, is dat we zoveel nieuwe mogelijkheden kregen met internet en dat we zelf opnames kunnen maken, uitzendingen kunnen maken. De vrijheid die er is als predikant om dingen te doen, die is ook enorm. Er is een enkele grens eigenlijk. Dus dat had ik allemaal niet kunnen voorzien. En wat ik ook niet had kunnen zien, dat de kerk, denk ik, of de kerk sterft uit, dat kan, of de kerk gaat opnieuw beginnen. En ik denk dat het laatste is. Ik denk eigenlijk dat die nieuwe kerk er al is, zeg maar nog in de knop. En de vraag is, gaat die in de knop sterven of komt die opnieuw tot bloei? Want de kerk is... Interessante vraag. Ja. Ook een interessante stelling trouwens. Ja, is het ook. Ja. Maar het is, ja, weet je, het lastige is, in de bepaalde plekken groeit de kerk. Hè? Ik las van een week de krant dat in Amsterdam, in bepaalde moderne kerkgemeenschappen, dat 200 mensen, volwassenen per zondag gedoopt worden en 100 kinderen. Dat kun je ook niet voorstellen, toch? Nee, dat is erg. Amsterdam is groter, maar dan nog. Ja. Als we elke week 3 hebben, 4 hebben in Bergen zal veel zijn. Dus ja, dat kan. Maar dat is evangelicale kerken. Ik probeer gewoon dorpskerk te zijn voor iedereen. Hè? Iedereen moet zich kunnen. En als je vindt dit leuk, doen we dat. We werken met klassieke muziek, we werken met popmuziek, we doen alles. We proberen zoveel mogelijk voor iedereen wat te doen. Dat proberen we gewoon. Het moet een plek zijn voor iedereen, waar iedereen zich thuis voelt. En als er iets gebeurt wat je niet zo leuk vindt, dat je denkt, nou, dit vind ik niet zo leuk. Maar dat is fijn dat die andere mensen dat wel leuk vinden. En dan, daarna is er iets voor mij. Dat probeer ik echt. Die gemeenschap, wat een kerk zou moeten zijn, ja, dat zou goed moeten kunnen. En dat kan volgens mij, omdat we de ruimte en openheid meer hebben om te zijn wie we willen zijn. Het wordt toch meer een dorpshuis? Dorpshuis, ja, maar het is ook de plek van de verdieping en de spiritualiteit. Er is heel veel spiritualiteit in ons dorp. Ik zie laatst, de kerk hier verhuurd door een of andere groep hier uit Bergen met, het ging over duurzaamheid en zo. Nou, ik heb ze hier zien praten en zien zingen en zien om handen omhoog naar beneden. Ik denk, het lijkt wel een kerkdienst. Dus dat model is gek genoeg, dat ben je concert trouwens, dat model is niet op, zeg maar. Precies, het is ook niet in beton gegoten. Nee. Het heeft gewoon alle ruimte. We groeien nu naar dingen toe die kunnen. Dus ik ben heel benieuwd of dat lukt en of dat pas na mijn generatie komt. Dat ik alweer te oud ben. Ik ben inmiddels ook 55, dus ik hoor ook bij de ouderen. Ja. Dus misschien ben ik niet degene die omslag kan maken. Maar ik ben lang blij dat ik de kerk lang genoeg op de kerk heb kunnen passen dat die er nog is. En dat we nog vitaliteit hebben in dit dorp. Een 55-jarige Engelen Wijnsma, als hij terugkijkt, wat is jouw grootste teleurstelling? In mijn persoonlijke leven bedoel je? Of? Ja, dat mijn gezin uit elkaar... In jouw leven? Dat mijn gezin uit elkaar gevallen is, vind ik uitermate pijnlijk. Los van het feit dat het me allemaal weer hele leuke nieuwe dingen gebracht heeft. Maar dat mijn gezin, dat mijn kinderen dat af en toe pijn aan hebben. Of dat vind ik wel het ergste. Ja, dat is mijn grootste verdriet in mijn leven. Hoe ga je daarmee om? Nou, door dat over te praten, door dat toe te laten ook. En dat ook wel eens om te huilen. Maar ook... dat het beste van te maken. En dingen te doen die nu kunnen. Bijvoorbeeld met mijn kinderen ben ik bewust dit jaar naar Jordanië geweest, 2 weken. Een bijzondere reis maken, bijzondere ervaring opdoen. Dat doe je. Dat kun je doen. Ja. En ik heb mijn contact met mijn kinderen is vele malen beter geworden, denk ik. En ook had nooit zo goed kunnen worden misschien als ik getrouwd was geweest. Want het was in mijn drukke leven makkelijk om te zeggen, God, breng jij de kinderen naar bed, dan ga ik dit doen. Doe het alles wel even snel. Het was heel makkelijk. Nu, als die kinderen nu bij mij zijn, ben ik volledig hun vader. Ja. Dus ik bracht ze naar bed, kookte voor ze. Die dagen dat ze bij mij zijn, de helft van de tijd, dan ben je heel, heel intensief vader. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen, hoor, wat je nu zegt. Want het heeft ook te maken met rijper worden, ouder worden. En dus ook bewustzijn van wat je... Hoe je je zou kunnen opstellen. En vaak is het ook zo natuurlijk dat je weet pas wat je mist natuurlijk als het er niet is. Ja. Maar dat onverlet dat ik het prima vind dat we gescheiden zijn. Ja. Ik ben er nooit boos over geweest. Ik vind echt
Als je gaat trouwen, dat betekent dat je elkaar steunt, ook als iemand weg wil. Als iemand het nodig anders wil zijn, alles steunen. Dat is liefde tot het eind, zeg maar. Dat is onvoorwaardelijke liefde, iemand loslaten. Je kinderen moet je ook loslaten, dus als je je partner los moet laten, is het goed. Prima. Mijn pijn zit in het feit dat mijn eigen belang, of mijn eigen dingetje, dat ik geen gezin meer heb die met, waar je geen discussie hebt over de vakantie hoeft te gaan, of over uitwisseling, of met kerst, wat gaan we doen? Ja. Dat is allemaal vast in protocollen, wanneer, hoe. En dat is ook al prima geregeld, maar daarmee is wat onbevangenheid is eruit, zeg maar. Wat je eigenlijk het ideaal hebt als je als trouwt en kinderen krijgt, zo'n familie waar alles mogelijk is, dat je samen, allemaal samen doet, je altijd op elkaar kunt bouwen, dat is stuk. Als we nu eens vooruit gaan kijken, wat is je grootste wens? Ja, dat is een moeilijk, weet je. Ik heb niet zoveel te wensen. Je hebt er maar één nodig om te vertellen. Nou, ik hoop, mijn grootste wens is dat ik mijn werk op een goede manier kan blijven doen. Gecombineerd met mijn privéleven. En dat de relatie met mijn kinderen goed blijft. En intact blijft. Dat een warme band blijft. Dat is mijn belangrijkste wens. Ik denk dat elke ouder dat heeft. Dat je dus mijn kinderen zijn nu in de puberteit. Ja, dat is een periode waar heel veel ouders kopzorgen hebben. Daar heb ik niet zoveel kopzorgen. Maar je weet wel dat er gevaren zijn. Dat er dingen zijn waar je huiverig voor bent. Ja, dat me dat bespaard blijft. Maar goed, aan de andere kant. Het is ook raar dat ik het mezelf bespaar en de anderen niet. Weet je, het is... Het is een mooie wens. Het is een mooie wens, ja. Ik denk dat we aan het einde van ons gesprek aan het komen zijn. Okay. We gaan eens even kijken wat Paulien ervan gemaakt heeft ondertussen. Nou, dat viel niet mee, want het was behoorlijk donker. Wauw. Wauw. Ik heb anders nog niet gedaan. Het ziet er heel mooi uit. Heel mooi. Echt grappig, als het licht op een bepaalde manier valt, dan zie ik echt de trekken nog beter. Ja, het was een beetje donker, maar inderdaad, volgens mij zit je expressie er goed in. Ja. Het staartje moet er nog aan. Okay. Dat is wel een belangrijk aspect natuurlijk. Zeker. Dus, Het knotje gaat nog komen. Maar dat mooi. De basis is gelegd en het ziet er bijzonder goed uit. Als het ik... Oh, zo is hij heel goed. Zo is hij heel goed van de zijkant, zeg. Dit is helemaal perfect gegoten nog. Dat is grappig. Vastgelegd voor in de eeuwigheid. Zo is dat. Engelen Wijnsma, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Vast welkom. Dit was Kopstukken, deze aflevering. Binnenkort weer een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.